Als je je eigen dromen laat uitkomen, inspireer je daarmee anderen hetzelfde te doen. Als je iets voor een ander kunt betekenen, is dat een overwinning in je leven. Als iemand kan aannemen wat je te bieden hebt en daarmee verder komt, ben je succesvol. Iedereen verdient het om gelukkig te zijn. Jij en ik zijn geboren om de wereld iets waardevols te schenken. Mijn zoektocht heeft me doen beseffen dat anderen gelukkig maken betekent dat ik mezelf gelukkig maak. De laatste stap. Inspireren. Terugkijkend op de vorige vier stappen, waarbij het begon met de stilte. De stilte, het mediteren, waarin je in die stilte je meest authentieke verlangens tegenkwam. Verlangens die je herkent aan vreugde en aan het enthousiasme die ze met zich meebrengen. Om het vervolgens zo helder en zo concreet mogelijk voor je te zien. Bereid te zijn om te investeren, om aan het werk te gaan. Om vervolgens in de laatste stap te inspireren. Wordt me wel eens gevraagd door mensen om me heen, is het niet een beetje egoïstisch om zo met jezelf bezig te zijn? Mijn antwoord is dat er niets inspirerenders is en niemand meer inspirerend is dan iemand om je heen te hebben die zijn of haar dromen verwezenlijkt. Op het moment dat iemand zijn dromen verwezenlijkt, inspireert hij daarmee anderen hetzelfde te doen. Nelson Mandela die zei het eigenlijk nog veel mooier. Hij zei, op het moment dat je je licht voluit durft te laten schijnen, geef je daarmee andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Er is nog iets anders met die authentieke verlangens. Op het moment dat je je realiseert dat een verlangen authentiek is, dat je er blij van wordt, dat je er enthousiast door raakt, dan ben je er ook goed in. Op een of andere manier gaan passie en talent altijd samen. Je zou kunnen zeggen, als er een God heeft bestaan, dan heeft die God zich in ieder geval niet vergist in het uitdelen van zijn talenten. Passie en talent die gaan hand in hand. Dus er is dus alle reden om aan te nemen dat jij succesvol kunt zijn. Iedereen die je spreekt om je heen, die werkelijk succesvol is, die zegt dat hij doet wat hij graag doet. Dat hij er plezier in heeft. En dat is wat passie met je doet. Het licht je op en je weet dat je doet wat je hoort te doen. En dat is wat ik jou toewens. Om vanuit je hart te leven. En natuurlijk moet je ook een inkomen verdienen. Soms gaan je werk en je passie volledig samen. Soms deels en soms niet. Nog niet. Maar weet dat je hoe dan ook een ongelofelijke bijdrage levert aan de wereld om je heen. Wanneer je je passie leeft. Wanneer je je talenten gebruikt. Een leraar van mij die vroeg een keer aan zijn leerlingen, waar liggen de grootste schatten op deze aarde, op deze planeet verborgen? Mensen gaven verschillende antwoorden. Sommige mensen zeiden in mezelf. Hij had een ander antwoord. Hij zei, de grootste schatten liggen verborgen op de begraafplaatsen. Op de begraafplaatsen, zo zei hij,
liggen vele ongebruikte talenten verborgen. Van een onschatbare waarde. Uiteindelijk komt de vervulling van jouw wens pas werkelijk tot uiting als je de betekenis ervan kunt delen met anderen. Je zou kunnen zeggen dat daarmee jouw zin om iets te realiseren en het feit dat het zin heeft gehad in elkaar overvloeien. En hoe groot of hoe klein je bereik ook is. Hè, misschien 20 mensen, misschien 30 mensen, 40. Je familie, je vrienden, je buren, je collega's, je medestudenten. Waar je ook bent, daar ligt je bereik. Dat is je platform, je kring van invloed. Iedere dag laat je de mensen om je heen zien wie jij bent. En inspireer je mensen. Ga ermee aan de slag. En verdoe geen tijd meer. Omarm je verlangens en gebruik je leven om de wereld te dienen. En dan uiteindelijk, als je hard hebt gewerkt, als je iets hebt gerealiseerd, als je iets hebt gemanifesteerd, is het tijd om te ontspannen. Je hebt hard gewerkt, tijd om te ontspannen. En ontspannen in deze context, daarmee bedoel ik niet dat je een avondje vroeg naar bed gaat. En ik bedoel ook niet dat je een paar weken op vakantie gaat. Ontspannen in deze context betekent niet dat je uitrust na een periode van hard werken. Maar het betekent veel meer dat je onthecht na een periode van bezield werken. En onthechting betekent zoveel als loslaten. Dat wat je hebt gemaakt, dat wat je hebt gemanifesteerd, te durven loslaten. En dat is moeilijk. Dat is super moeilijk. Om uiteindelijk terug te keren naar de stilte. De stilte waar ik mijn verhaal mee begon. Een begin en een einde. Een kloppend verhaal zou je kunnen zeggen. Het begint met stilte en het eindigt met stilte. En toch is mijn verhaal nog niet helemaal af. Het is fantastisch om dingen te doen. Het is fantastisch om dingen te creëren, om te manifesteren. Het is geweldig om jezelf nieuwe vaardigheden aan te leren. Om te reizen, nieuwe mensen te ontmoeten. Er is alleen één valkuil. Een valkuil die ik zelf maar al te goed ken. Doe je wat je doet omdat je er plezier aan beleeft, omdat je er blij van wordt, omdat je er gepassioneerd door raakt? Of doe je het omdat je dan iets denkt toe te kunnen voegen aan wie je denkt te zijn? Nog een beetje meer status, nog een beetje meer bijzonder. Met andere woorden, wat is je intentie? En uiteindelijk gaat het niet om die grote dingen, maar juist om hele kleine dingen. Klein in de zin dat ze eenvoudig zijn. Maar daarin ligt grootse kracht verborgen. En negativiteit, stress en bezorgdheid snijden je af van die kracht. Ik vertelde aan het begin van mijn verhaal in stap 1 dat er een leraar was die tegen mij zei: Johan, jij bent perfect zoals je bent.
En ik voelde dat dat niet klopte. Ik voelde namelijk dat ik helemaal niet zoveel waard was. En ik denk dat dit overigens de grootste gemene deler is die voor nagenoeg ieder mens van toepassing is. De oorzaak van heel veel pijn en heel veel lijden, het gevoel het niet waard te zijn. Niet waard om je leven te leven zoals je het zou willen leven. Om gelukkig te zijn. Deze leraar vertelde mij dat ik het waard was. En ik vroeg hem waarom. Omdat je geboren bent, was zijn antwoord. Het feit dat je hier bent, dat je geboren bent, maakt waardigheid je geboorterecht. Jij alleen bent genoeg. Toen ik dezezelfde leraar vertelde dat ik had geleerd vroeger dat ik een zondig mens was, een klein, nietig, zondig mens, verre van perfect, toen vroeg hij mij of ik wist wat het woord zondigen letterlijk betekende. Ik had geen idee. Zondigen, zegt hij, de letterlijke betekenis daarvan is als een pijl uit de boog op weg is naar zijn doel en zijn doel mist. Dus het woord zondigen, zei hij, zou kunnen betekenen dat je het doel van je leven mist. En wat is dan het doel van mijn leven, vroeg ik hem. Waarop hij antwoordde dat je je mooiste leven leeft. Er is een uitspraak uit de Bijbel, het boek waar ik mee ben opgevoed en opgegroeid, waarin Jezus ergens zegt dat er een hele smalle, een hele kleine weg is die naar het leven leidt. De poort naar leven is heel smal en maar heel weinig mensen zullen hem vinden. En ik herinner mij dat ik dat als kind heel oneerlijk vond. En dat ik aan mijn vader vroeg, als God alles kan, waarom heeft hij die weg niet een beetje breder gemaakt, zodat meer mensen hem zouden kunnen vinden? Een grote voorbeeld, Eckhart Tolle legde het als volgt uit. Hij zei, als je je leven is zou uitrollen als een rol perkament, een oude rol behang. En je beschrijft aan de linkerkant van die rol behang, schrijf je alles op wat er in jouw leven is gebeurd. Al die dingen waarom jij het slachtoffer bent, die oneerlijk waren, al die dingen die jij niet hebt verdiend. En je rolt het op, dus je rolt je verleden op, tot je bent waar je nu bent. En dat doe je ook met de rechterkant, met je toekomst. Je schrijft alles op wat er in jouw toekomst zou kunnen gaan gebeuren. De dingen waar je bang voor bent, waar je tegenop ziet, die moeilijk zijn. Je schrijft het op en je rolt vervolgens ook de toekomst op. Tot je bent waar je nu bent. In het nu. De poort naar leven is nu. In al die verschillende religies, in al die spirituele stromingen, is er één gemene deler zichtbaar. Ze verwachten allemaal de verlossing of de beloning ergens in de toekomst. Maar niets gaat jou en niets gaat mij verlossen of bevrijden, omdat alleen dit moment dat kan. Steeds maar weer het nu. Ik ben klaar met mijn verhaal. Mijn verhaal is afgelopen. En het kan zijn dat jij nu denkt, naar het luisteren van dit verhaal, wat wil ik dan echt? Wat zijn mijn authentieke verlangens? Hoe wil ik mijn leven leven? En misschien weet je het niet, dat zou kunnen. Maar misschien is het belangrijkste wat in een mensenleven kan gebeuren, op dit moment al in jou aan het gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk. Namelijk een verschuiving, een scheiding tussen denken en bewustzijn. Denken en bewustzijn. Er is een bewustzijnstransformatie gaande
op de planeet, op de wereld waarop wij leven. En dat is maar goed ook. Die verschuiving gebeurt niet volgend jaar. Dat gebeurt niet over een paar weken. Dat gebeurt niet morgen. Maar dat gebeurt nu. Geloof dat jij zelf geweldig bent en dat er een grootsheid in je huist. Ongeacht wat jou in je leven is overkomen. Ongeacht hoe oud of hoe jong je bent. Vanuit de stilte zal dat wat in jou zit zich kenbaar maken. Een innerlijke kracht die in je zit. Het zal je leven overnemen. Het zal je kleden, het zal je voeden. Het zal je leiden en behoeden. Het zal je de weg wijzen. Je hele bestaan dragen. Als jij het de ruimte geeft. Dat is alles.